Ik vind het heel belangrijk dat burgerinitiatieven beter in beeld wordt gebracht. Ik zie in al de jaren dat ik samen heb gewerkt met burgerinitiatieven dat het te weinig bekend is onder beleidsmakers en anderen. En daarom is het heel belangrijk dat ook de wetenschap en anderen meer zicht krijgen op de burgerinitiatieven. En ik zou ook de leden van Cooplink willen aanbevelen om dus ook kennis te delen met coöperatief kracht. Omdat ik denk dat zij ook veel baat bij hebben om ook kennis te nemen van de ervaringen van andere vormen van burgerinitiatieven. Waarin van energiecoöperaties tot zorgcoöperaties tot dorpscoöperaties. Er is veel overlap en het is belangrijk dat dat in beeld wordt gebracht.